Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango, Echo voor de Daily Minutes nummer 1415. Ik ben alweer niet goed bestemd met de uitzending van vandaag, 20 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. De data vandaag is net als de hele week al 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ik blijf trouwens naar aanleiding van de veranderingen bij de Daily Minutes nog steeds berichten krijgen dat het zo jammer is dat ik met de Daily Minutes stop. Maar voor de goede orde, ik stop dus niet. Ik ga alleen naar een ander medium, te weten internet, zowel YouTube als mijn podcast. Momenteel ben ik de mogelijkheden aan het onderzoeken om de Daily Minutes via een live uitzending op YouTube te doen. De uitzending blijft dan wel opgenomen, hoewel ik zou natuurlijk ook wel eens een keer eentje live kunnen doen. Ik speel hem dan af, maar die manier van werken heeft twee voordelen. Je kunt je inmelden via de chat op YouTube, precies als anderhalve week geleden bij de ballonvosjacht. En ik hoef geen apart videobestand te maken om op YouTube op te slaan. Dat is enigszins tijdrovend. Dat gaat namelijk vanzelf op die manier. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Eerder was al het chatkanaal van de Daily Minutes aan de orde. En inmelden via Echolink op PI3XTV-R, de repeater die hier bij mij thuis staat. SWL Ron, die vaak op het DM-chatkanaal aanwezig is, die opperde vanochtend om een inmeldenronde via Zello te doen. Ik dacht in eerste instantie, nee! Maar goed, de boel via Zello doen heeft één gigantisch voordeel. De doelgroep waarvoor ik deze uitzendingen vooral maak, de mensen die nog geen amateur zijn, die kunnen dan wel meedoen. Maar goed, dat kunnen ze via de chat ook natuurlijk. Ik heb geen principiële bezwaren tegen Zello, dus op zich zou het kunnen. Enfin, ik ga alle ideeën nog een keer in een hoge hoed gooien en nog eens heroverwegen en kijken wat eruit komt. Meest waarschijnlijk is een combinatie van meerdere van de zojuist genoemde mogelijkheden. Of misschien dient zich ook nog een nieuw idee of nieuwe ideeën aan. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak één of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietsedraad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke. Dit soort ferrietantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn. De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt. Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten. Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn. Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld.
of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt, ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne. Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast. Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en dooft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.